Voor het bloemetje van deze week staan we in het verenigingsgebouw van de AVGN, de Algemene Vereniging Gehandicapten Nederland. En we zijn hier niet zomaar, want er is hier vanavond iets heel speciaals. Naast het feit dat er een personeelsavond is, gaat Nel de Rijk van Sommeren in de bloemetjes gezet worden. Nel is al sinds 1986 heel erg actief hier als vrijwilliger, tweede penningmeester. En ja, haar aanwezigheid is erg belangrijk hier. Maar er is een eind aangekomen en ja, dat wil natuurlijk het bestuur en alle leden niet zomaar voorbij laten gaan. Daar hoort een bloemetje bij. Nou, we hebben een brief gekregen van Aafke Wieringa met allemaal lof over Nel. En wij gaan nu Nel in het zonnetje zetten. En goedenavond allemaal. Oh god. Wij... De familie van mij. Nel, wij zijn hier vanavond met een missie. We hebben begrepen dat jij af gaat treden als bestuurslid hier. Je bent al de tweede penningmeester geweest. En jaren enthousiast vrijwilliger bij de AVGN. En je wordt op handen gedragen door al die mensen. En wij komen jou een bloemetje aanbieden. Kom je even staan? Kom je even bij me? Ja. Je schrikt, hè? Ja, familie. Ja. Ach, Nel. Kijk, kijk, kijk. Eerst dat bloemetje. Sinds 1986 actief hier, hè? Ja. Ik was heel actief. Ik heb van alles gedaan. Ik kan het allemaal niet meer opnoemen. Zoveel. Ik was altijd dag en nacht in de wereld. Dat maken ze gerust. En dat weten ze allemaal. En ze hoorden maar te bellen of ik was er. Maar ja, helaas. Hè. Ja, ja. Nou, ik heb begrepen dat jij 5 jaar geleden een TIA hebt gehad. Klopt. En je hebt natuurlijk ook met je man hier jaren als vrijwilliger Klopt. Gewerkt. En die is ook wegens gezondheidsredenen ermee gestopt. Klopt. En jij bent na die 10 jaar weer opgekrabbeld en gewoon weer doorgegaan hier. Toen ben ik nog, even kijken, een jaar daarna ben ik weer met de bootreis meegegaan. Toen heb ik zelfs nog mee geholpen en alles. En daarna ging het echt niet. Maar ik kom nog steeds hier wel hoor. Alles maar een kop koffie drinken of een borreltje, hè? Ja, 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 ja. Nou, in de brief die ik van Aafke heb gekregen namens het bestuur, wordt er vooral geroepen over je enthousiasme, je positiviteit en je inzet. Dat moet toch? Dat moet toch? Ik wil zeggen, toch blijven doorgaan, hè? Dat is het belangrijkste. Een jaar of 20, 30 erbij. Ja. Maar goed, ja, nou goed, al die jaren inzet. Dat wordt ontzettend gewaardeerd. Vandaar dat jij nu in het zonnetje en in de bloemetjes wordt leuk, gezet. Hoor. Ik vind het echt leuk. Ik had het niet verwacht. En dat vertellen ze mij natuurlijk ook niet, hè? Nee. Van tevoren niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Maar ik vind het heel leuk, echt waar. Nou, geef ze een mooi plekje. Ja, geniet nog even van dit avondje. En nou, blijf gewoon lekker komen hier. Ja, tuurlijk. Dat doe ik ook. Dat zie je toch? Ik ben er weer. Jullie ook allemaal bedankt, hoor.